Beste kijkers, goeiedag. Ja, tijdens het kerstweekend wordt erg zachte lucht aangevoerd vanaf de Atlantische Oceaan. En dat betekent hoge temperaturen en het gaat ook nog eens stevig waaien. Nou, dat het erg zacht wordt, dat bewijst het kaartje van Europa naast mij. U ziet het, vrijwel heel Europa is rood gekleurd. Dat betekent temperaturen boven normaal. Ik heb Nederland omcirkeld en ook bij ons ja, temperaturen die zo'n 7 graden boven normaal uitkomen. In het Rijnmondgebied kan het wel 13 graden worden. Ja, kerst zal dan net niet recordzacht gaan verlopen. Vorig jaar was dat nog wel zo. Nou, eerst maar eens kijken naar de komende nacht. Hebben we te maken met opklaringen, kans op mist, temperaturen een paar graden boven nul. Aan de grond zou het licht kunnen gaan vriezen eventueel. Ja, en dan morgen overdag, de vrijdag, komt af en toe de zon tevoorschijn. Tot de avond droog, een middagtemperatuur van 7 of 8 graden. Ja, en wat opvalt, de wind uit het zuiden tot zuidwesten gaat in de loop van de dag flink toenemen. Vrijdagavond staat er een krachtige tot harde wind, een windkracht 6 of 7. Zaterdag, nou best een aardige dag. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Verder blijft het overal droog, overdag althans. Een maximumtemperatuur van ongeveer een graad of 9 à 10. En de wind die waait stevig door dan uit het zuidwesten. Nou, een zondag ja, tijdens eerste kerstdag, dus aanvoer van erg zachte lucht. Wel veel bewolking, misschien een streepje zon. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog bij een temperatuur van maar liefst 13 graden. Opnieuw weer een krachtige, mogelijk harde wind uit het westen. Op tweede kerstdag wat minder zacht, een graad of 10. In de ochtend kan er een beetje regen vallen. In de middag af en toe zon en vrijwel overal droog. Ja, en dat bij een iets afnemende wind. En die komt dan uit een zuidwestelijke richting. Op dinsdag dan tenslotte ziet het weer wat beter uit. Periode met zon, overal droog en dan wordt het ook minder zacht. Ik wens u nog een prettige dag.